Dit is eigenlijk ook het landschap waar wolven leven. En dit landschap is identiek aan die van de Achterhoek, van Brabant, Drenthe, Overijssel. Dat zijn allemaal gebieden waar wolven kunnen gaan leven. De wolf die is niet meer weg te denken uit ons land. Ja, toch zal die in aantallen de komende jaren nog enorm toe gaan nemen, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Hoe sterk precies, dat is nog niet duidelijk. Maar geschikte leefgebieden, die zijn er voldoende. Heel veel mensen hebben toch een beeld bij wolven van die dichte bosgebieden, zoals ook de Veluwe natuurlijk, dat daar wolven leven. Maar dit is eigenlijk ook het landschap waar wolven leven. En dit landschap is identiek aan die van de Achterhoek, van Brabant, Drenthe, Overijssel. Dat zijn allemaal gebieden waar wolven kunnen gaan leven. 9 wolvenroedels leven er nu in Nederland en dat kunnen er wel eens tussen de 23 en 56 worden. Kijk mee naar deze kaart. Hier is goed te zien waar de wolf mogelijk in de toekomst gaat leven. In het noordwesten, daar heeft hij weinig te zoeken, is het te druk, te veel mensen. Maar in het oosten, daar is het veel prettiger voor de wolf. Wolven hebben echt grote territoria, 200 vierkante kilometer. Daarin moeten veel reeën zijn, hun favoriete voedsel, bos om in te verstoppen en weinig mensen. Gelderland, de provincie met de meeste wolven. Ze hebben er hier al tientallen en dat worden er waarschijnlijk dus nog meer. Nieuws waar hij helemaal niet op zit te wachten. We zullen meer confrontatie krijgen mens-wolf, we zullen meer confrontatie krijgen dier-wolf. En die willen we graag voorkomen in Gelderland. En hoe wilt u dat voorkomen? Dat willen we voorkomen in Gelderland doordat we aantallen kunnen gaan beheren. En dat we ook wolven kunnen schieten die afwijkend gedrag tonen. Afschieten, daar moet hij nog niet aan denken. Hij gelooft nog in andere maatregelen. Zoals elektrische hekken, zoals kuddebeschermingshonden, grote honden die tegen een wolf op kunnen nemen. Die zijn ontzettend belangrijk bij dat leren samenleven met die wolf. Maar ja, op dit moment worden dierhouders daar nog onvoldoende bij gesteund. En zo is niet alleen de wolf niet te stoppen, de discussie over hem ook niet. En momenteel onderzoekt de Europese Commissie of de beschermde status van de wolf kan worden aangepast, waardoor landen kunnen ingrijpen als wolven voor overlast zorgen.